De afgelopen jaren is er al volop geïnvesteerd door de provincie Gelderland. Zo wordt voor de veiligheid van de Gelderse inwoners meer ruimte aan de grote rivieren geboden. Gelijktijdig wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, economie en recreatie. De provincie werkt vaak nauw samen met Rijk, gemeenten, waterschappen en andere instellingen. Verder controleert ze onder meer de financiële huishouding van de Gelderse gemeenten en houdt ze toezicht op de waterschappen. Tevens kiezen statenleden de leden van de Eerste Kamer. Op het gebied van cultuur heeft de provincie bijgedragen aan het verwezenlijken van de West-Luidense Poort. In aanvulling op Schouwburg en Filmtheater Afritenhof wordt de West-Luidense Poort een bruisend centrum voor muziek, dans, beeldende kunst, literatuur en informatie. Ook heeft de provincie mede geïnvesteerd in het renoveren van de Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof. Het Gelders Impulsplan voorziet in het verduurzamen van woningen, zoals in de Graaf Waldgerlaan in Tiel, waar we nu naartoe rijden. In onze regio wordt het verduurzamen van woningen ook in onder andere Buren en Culemborg gedaan. Zonder de bijdrage van de provincie was dit project niet gerealiseerd. PvdA wil een royaal cultuurbeleid in Gelderland. Als we een gevarieerd aanbod aan actieve cultuurbeoefening, musea, theater en muziek en films in stand willen houden, zijn bijdragen van de provincie noodzakelijk. Het volledig gerestaureerde Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg is zo'n voorbeeld van een succesvolle investering door onder andere de provincie Gelderland. Het technasium is een onderwijsstroom in Nederland voor VWO en HAVO. Centraal in deze onderwijsvorm staan de beta-vakken. Zoals een gymnasium een VWO is met het examenvak Grieks en of Latijn, zo is een technasium een VWO of HAVO met het examenvak onderzoek en ontwerpen. In deze werkplaats kunnen leerlingen werken aan hun onderzoeks- en ontwerpopdrachten. Het technasium wil meisjes en jongens motiveren voor beta en techniek en koppelt denken aan doen. Leerlingen wordt gevraagd een oplossing te bedenken voor reële vraagstukken die de bedrijven hebben. Niet alleen provinciebreed, maar zeker ook lokaal, wordt veel door de provincie geïnvesteerd. Maar dat is nog niet genoeg. Zo stimuleert de overheid ouderen langer zelfstandig thuis te wonen. Ik ben van mening dat het voor alle ouderen die dat willen en daar de middelen niet voor hebben, het mogelijk moet zijn om hun huis te laten aanpassen, om daar inderdaad langer te kunnen blijven wonen. De provincie zal daar zeker aan bijdragen. I am singing night songs over.